it's not today, not today, not today, cause we want to let it go away. It's tomorrow, so yesterday, so yesterday. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is lekker vroeg. Het is 9:30. Ik ben al wakker, ik ga zo sporten. Mijn tweede zak is ook bijna op. Ik had nog één schepje, dus ik heb het aangelengd met één schepje proteïnepoeder, wat ik niet zo lekker vind. En morgen komt dan alweer zak nummer 3 binnen. Ik heb niet het idee dat ik hiervan afval trouwens, maar ik vind het gewoon heel chill eigenlijk. Ik vind het echt lekker om mijn dag hiermee te beginnen. Maar ik denk niet dat ik hier per se van afval. Eerder door wat ik nu met de lunch en zo doe. En ik eet dus maar 3 keer op een dag, maar ik heb dan wel bijvoorbeeld al een paar keer bubble tea gehaald, weet je wel. Dus dat is dan eigenlijk ook niet goed, maar ik ben echt goed bezig, ik zit beter op mijn vel. Nou, die move nu. Ik drink bijna geen koffie, ik neem dus echt een half espresso nu ongeveer. Om net nog die hoofdpijn te blokken. Die heb ik dan nog wel, de verslaving is er nog. Ik denk dat ik weer even naar de stad ga, ik ben echt verslaafd. Mijn huid is droog en ik heb dus een ei. Ja. Terwijl ik me even snel opmaak. Oh, je ziet echt het ei. Ga ik even wat zeggen. Ik wilde dit eigenlijk niet delen. Dus zo'n dingetje wat ik dan voor mezelf wilde houden. En als het werkt, wilde ik het wel met jullie delen natuurlijk. Maar eigenlijk omdat er nog steeds een beetje een taboe op ligt. Ik wil het niet delen omdat ik dat soort dingen eigenlijk nooit echt doe. En best wel goed altijd alles zelf kan fixen. Dus dan dacht ik, ja, dan komt het over als zo'n beeld. Alsof ik iemand anders nodig heb. Maar dat is niet zo. Maar denk ik, ja, boeiend. Nou, super vaag dit. Oh, ik ben in de ochtend zo erg niet wakker. Daarom ik was eigenlijk om 12 uur, maar ze konden alleen om 10 uur. Ik ga dus voor het sporten en nog iets anders doen. Kijk, ik struggle al mijn hele leven met mijn gewicht en alles. En al ben ik op een lager gewicht of ben ik goed bezig, heb ik alsnog momenten dat ik gewoon ineens mezelf... Ik heb mezelf nooit lelijk gevonden qua gezicht bijvoorbeeld. Ik heb wel periodes gehad dat ik mijn neus ineens groot vond of wat dan ook. Maar mijn gezicht heb ik nooit een probleem mee gehad. Of andere dingen, of dat maakt me allemaal niet uit, maar mijn lichaam. En dat deel ik natuurlijk eigenlijk ook heel vaak in de vlogs. En daarom vind ik het ook wel logisch om dit ook met jullie te delen. En mensen zeggen vaak van Charlotte, doe dat nou niet, bla bla bla. En heel af en toe krijg ik de reactie van ga in therapie. Want het is zo zonde hoe je over jezelf praat. Want ik ben inderdaad best wel zelfzeker op heel veel vlakken. Over mijn karakter of in, nou, wat ik zeg, mijn gezicht ben ik helemaal niet onzeker over. Ik zie gewoon soms dat je er niet uitziet. Maar dat boeit me allemaal echt niet heel veel. Kijk hoe ik mezelf op YouTube zet elke week. Echt net uit bed, volledig crappy. Als dat me uitmaakt, had ik dat ook wel niet gedaan. Maar zit er een shot in waarin ik je in mijn buik net ziet of zo, zou ik dat er 100% uitknippen. Hoewel ik er tegenwoordig... Ja, doe even normaal. Hoewel ik er tegenwoordig wel iets beter in word. Ook die skibroek fragment laat ik er dan ook wel in. Maar ja, daar zie je niet mijn buik bloot in uitpuilen. Anyhow, ik zat erover na te denken. En ik vertel heel vaak aan jullie van ja, ik ben al van kleins af aan te zwaar. Ik struggle hier al mijn hele leven mee. Maar ik hoor ook al mijn hele leven van iedereen, want nu is het allemaal geaccepteerd, maar vroeger niet, dat ik te zwaar ben. Dus is het nou de jeugdconsulent, of is het een auditie ergens, of is het door pesten, of is het je familie, of waar dan ook. Toen dacht ik, toen iemand in therapie komt, want aangezien je lekker bezig bent met dingen waar ik normaal geen tijd voor heb. Ik weet al waarom ze dus miauwt. Ze wil boven in de slaapkamer slapen. En ik heb nu de deuren dicht gedaan. Want ik iets heb van, ja, poesie, je gaat maar lekker... S'nachts slapen in plaats van overdag. Ik ben er helemaal klaar mee, want ze is s'nachts echt terrorkitten. Maar oké. Dus toen dacht ik, waarom ga ik niet? Ik heb heel veel goede verhalen gehoord, ook van persoonlijke kring over EMDR, hoe fantastisch dat is. Ik ben er al heel lang nieuwsgierig naar, maar ik denk altijd, ja, ik heb niet echt een trauma waarvoor ik daarheen kan gaan. Dus toen dacht ik, waarom ga ik hiervoor niet? Want dit is zeg maar een levenslang... Ik kan zeggen, ja, ik denk altijd, het is niet erg genoeg, want ik heb niet hele erge dingen meegemaakt zoals anderen. Maar het is wel een traumaatje, wat je al van kleins af aan... te horen krijgt. En ik dacht op een gegeven moment... mijn haar is trouwens aan te groeien. Maar ik dacht op een gegeven moment... het is heel logisch dat ik zo over mezelf praat... als je al je hele leven lang... iedereen te horen krijgt... dat je te zwaar bent, dat het niet goed is. En daarbij komt dan ook kijken... dat je nooit kleren past bij een musical school. En op een gegeven moment ga je het jezelf ook aanpraten. Want op een gegeven moment had ik ook iets van... als iemand mij nu zo komt overen... dat ik mezelf zou accepteren op mijn zwaarst... zou ik dat niet eens willen? Dan denk ik, nee, ik vind dat niet mooi. Terwijl hoe mooi zou het zijn als je dat wel gewoon accepteert. Dus toen dacht ik, laat ik dat eens doen. Dus ik heb vorige week een intakegesprek gehad om te kijken of ze mij kan helpen, of er een klik is. En überhaupt of ze mij kan helpen met het probleem. En toen zei ze ja en ik ging er weg en ik was zo blij. Ik dacht, dit is echt een cadeautje. En dat zei ze ook, het is echt een cadeautje als je dit kan doen. Dus nou, ik deel het eigenlijk wel, waarom ook niet. Ook als het niet heeft gewerkt. Ik vind het
Ik deel eigenlijk alles met jullie. Ik laat eigenlijk vrijwel nooit iets weg. Voelt ook niet goed of zo. Dus ik vind het ook eigenlijk niet goed voelen om dit te delen. Om dit niet te delen. Dus ja, ik moet er wel voor 10 minuten zijn. Ik vond het wel even chill om even op te maken. Deze brow gel is best wel chill die ik vorige week liet zien. Want gisteren had ik mijn make-up eraf gehaald. Ik wilde het zo. En toen mijn hele gezicht had, zat die gel er nog een beetje op. Je zou dus gewoon kunnen gaan slapen met die wenkbrauwen nog. Dat je die nog niet afhaalt. Dan hoef je het in de ochtend niet te doen. Maar ik haat make-up op mijn gezicht. Ik reinig het echt extreem goed altijd. Dus ik heb nu een gesprek om de tijdlijn te maken. Nou ja, ze zei ook, jij met je snelle brein is er een kans dat je echt aan 1 sessie genoeg hebt. Want je praat je weer goed en vlot en je legt heel snel verbanden. Ik was ook bang dat ik geen voorbeelden kon noemen, maar dan ben ik aan het praten en heb ik 1000 voorbeelden. Dus het is niet dat ik het ga vloggen daar ofzo, maar ik wil het jullie wel laten weten. Dus vandaag moeten we eigenlijk van klein naar ouder voorbeelden gaan opnoemen. Nou, ze zei ook, ga er maar niet over nadenken. Als ik dat doe, denk ik meteen, oh, ik weet het niet, ik heb geen idee hoe oud ik was. Ze zegt, het maakt allemaal niet uit. Zelfs bij baby's werkt EMDR die niet kunnen praten, dus het komt goed. Maar eigenlijk heb ik vorige keer ook al heel veel voorbeelden gegeven. Dus misschien wordt het een beetje dubbel op. Maar dan, toen zat ik op de bank en nu gaan we aan tafel zitten. En dan gaan we dus de tijdlijn maken en dan gaat zij meetypen. En dan gaan we na Wintersport op donderdag, geloof ik. Ja, dan heb ik dus mijn eerste EMDR-sessie. En zij werkt niet met dit, maar met tikjes op je knie en tikjes in je oor. En dan is er dus een hele grote kans dat je... dat de emotie nu die heel hoog zit erbij, of het trauma of de gedachte, dat die dan helemaal of ietsjes minder worden of minder of heel erg veel minder worden. Dus het is fantastisch. Het is toch te gek als je die struggle een beetje weg kan laten. Ik dacht op een gegeven moment, ja, het komt niet door mij dat ik mezelf dit aanpraat. Het is gewoon mijn hele leven lang tegen me gezegd. Dus super logisch dat ik zo denk. Oké, nu moet ik echt gaan. Ik zal jullie straks wel even vertellen. En dan ga ik daarna de sporten. Ik neem nu niet mijn shake, want ik ben bang dat ik dan met sport niet genoeg energie heb. Dus ik neem hem... mee naar de sessie, zeg maar. Als ik daar trek krijg. En anders drink ik hem erna. Nou, 1,5 uur later. En we hebben het niet over gehad waar we het over moesten hebben. Zij werkt hetzelfde. Een beetje zoals ik ook wel als juf werkte. Als ik een les had voorbereid. Maar er speelde iets anders bij de kinderen. Dan kon ik dat gewoon gerust opzij zetten. En ik had nog iets anders. Waar ik over begon. En toen raakten we aan de praat. En toen waren we eigenlijk verder. En toen hadden we iets van. Ja, dit is nu even belangrijk. Toen zei ze, ja, ben je nu bang dat we nu te veel hierover gepraat hebben? Ik zei, nee, het voelt heel goed. Zegt ze, nou weet je, je praat zo lekker vlot en je hebt je herinneringen vorige keer al zo goed gedeeld. Dat het niet erg is dat we nu geen tijdlijn hebben gemaakt. De afspraak volgende week donderdag gaat gewoon door. We gaan gewoon dan de EMDR doen en dan maken we de tijdlijn gewoon op dat moment. En doen we meteen de EMDR eraan gekoppeld. Meestal leest zij het zeg maar voor van, hé, dit had je gezegd als herinneringen. Waarbij voel je een sterk gevoel? En dan gaat ze de EMDR doen. Maar nu ga ik gewoon, heeft ze dan niet een blad voor zich. Maar ze zegt, je hebt al wat opgenoemd en je noemt het zo makkelijk op. Dat komt wel goed. Dus ik was wel blij dat de EMDR dan wel doorgaat. Niet dat doordat ik nu over iets anders ben gaan praten, het niet meer doorgaat. It's to be continued. Vandaag wordt mijn zilveren jas wordt vandaag bezorgd, 's avonds. Wat hopelijk een skijas kan zijn. En nu ga ik lekker naar de gym. En het valt me echt op dat mijn haar langer is. Leuk. Hallo, pauze. Laat maar, doet het niet. Ik ben altijd wit na een krachttraining, ook moe. Nou, ik had het erover met hadertjes. Ook beter na die leg day, dat soort dingen doen. Want je kan wel alles doen, maar hij zei dan train je minder effectief. En toen snapte ik het niet. Zei ik, ja, maar als je meer doet, is het toch beter. Maar ik heb nu dus geen armen gedaan. De gedachte dat ik dus nog armen moet doen, dan denk ik soms wel van, oh, ik moet ook nog armen. En dan doe je misschien iets minder heftig. Of die armen zijn gewoon niet heel... goed, die sessie, omdat je eigenlijk heel moe bent. Dus ik heb nu... misschien is er iemand die het lukt om een schimmetje te zien. Ik begon met de trap en ik weet dat je eigenlijk eerst moet stretchen aan het eind cardio moet doen, maar ja. Ik dacht, ik heb daar geen kracht voor. De trap is ook een beetje krachttraining. Ik heb ook op Insta gezet, een filmpje hiervan, de eerste keer. Toen dit, alles echt wat zwaarder gedaan. Hier zit ik zeg maar rechtop en hier zit ik naar voren, dan kan ik wat zwaarder. Binnenkant... naar achter kicken, naar voren, omhoog kicken, zeg maar, hoe je dat ook noemt. Bil, rug naar achter. En dan torso rotation, buikspieren, dus echt minder. En toen nog afgesloten met de trap. En dan heb ik dus dit allemaal niet gedaan, dat ene arm apparaat. Helemaal wit ben ik dus. Omdat ik dan echt wel moe ben van die krachttraining. Ik vind dat best wel heftig. Maar dan heb ik dus nu
Geen rug. Ik had helemaal zin om nog rug en zo te doen, maar ik denk, dan doe ik het niet. Daar ben ik wel vol hiervoor gegaan. Maar inderdaad, nu ben je moe. Dan heb ik ook meer dan een uur getraind. En dan is het, je kan dan wel denken, oh, dan doe ik minder herhalingen van mijn benen of zo. Maar ik denk dat dit inderdaad beter is. En ik ga natuurlijk donderdag op wintersport. We vliegen aan het eind van de dag pas. Maar daardoor kan ik niet mijn maandag, woensdag vrij... Kijk mijn ogen. Ik lijk wel stoned of zo. Helemaal gaar. Ik moet ook zo gaan lunchen, maar ik wil nog even naar de stad. Oké, hak op de tak. Ja, dat betekent dat ik denk ik morgen weer ga sporten. En dan pak ik denk ik een armen. Dat zijn dus 4 oefeningen op 1 apparaat. Rug. Ja, wat moet ik dan nog meer doen? En dan ga ik denk ik woensdag niet. En dan donderdag, voordat ik naar het vliegtuig ga, vind ik het wel lekker om nog even te gaan. Ik heb toch de hele dag dan. En dan doe ik dan denk ik... Oh, ik sterf bijna van de honger. Net te lang. Ik heb de hele dag geuzengorgels in mijn oor. Ik ga het nu uitdoen. Het is nu al klaar. Heerlijk. Van niet oortjespersoon naar wel oortjespersoon. Hi schatje, ik ben thuis. Leuk hè? Ja, ik ben zo weinig thuis. Ik doe nu dus 3 keer op een dag eten en tussendoor echt helemaal niks. Maar ik ging dood en ik dacht, aangezien ik bijna ga eten, kan het nu wel. Dus ik heb dit net gekocht bij de Hoogvliet. Ik moest eieren kopen. Heel lekker. Geen suiker, geen vet. Vet is niet erg, maar het is altijd geen vet. Ik ga meteen eitjes kopen. Ik ben 1,5 uur naar TK Maxx geweest en niks wat ik wilde heb ik gekocht. Alleen ondergoed, ik zal het zo even laten zien, maar ik moet eten maken. Oh, en een thermobroek bij de Hoogvliet. Ik had het bij heel veel winkels gezocht naar deze, maar ik wist niet waar ik het had gekocht. En toen dacht ik, oh, dat was bij de Hoogvliet. Deze is super lekker en dus lactosevrij magerkwark. Super chill. Waarom je dus beter wel weer voor magerkwark kan gaan, niet voor volle, is omdat er meer eiwit in zit. Ik ben natuurlijk nu van het vol. 4 april haalbaar. Ik dacht, we gaan op vakantie niet te veel kopen, maar dat is wel chill. Want ik kom niet per se altijd in die supermarkt. Ik ga zo lekker lunch maken, want ik heb echt extreem veel gekocht. Ik dacht, ik ga het niet mijn boodschappen laten zien gisteren, want jullie zien het toch al voorbij komen als ik lunch maak. Dus ik begin nu met mijn eitjes koken en dan ga ik alles snijden. I'm dying. Ik wil zo graag nu ongezonde dingen in mijn mond stoppen. Nou, helemaal niet, maar ik bedoel, ik heb honger. Kijk, oh. En de heerlijke schaal is weer klaar. Zoveel uit te kiezen vandaag. Ik heb hier rond van gerookte zalm, een half avocado, een half pak carpaccio. Dus is er maar 1 portie, zitten meestal 2 porties in met een beetje parmezaan, komkommer. De helft van 125 gram mozzarella, selderij, wat tomaatjes, weer 4 walnoten, 4 paranoten. Zo'n lekkere romanesla en 2 gekookte eitjes. Het ziet er weer delicious uit, vinden jullie niet? Nou, ik stortte dus na het eten helemaal in. En nu is het ineens 6 uur. Ik snap soms echt niks van mezelf. Van waar de tijd heen. Ik stortte helemaal in. Super veel buikpijn ineens. Ook geen goede... kak. Ik denk, is die carpaccio niet goed? Of die zalm? Ik heb het allemaal net gekocht. Dat kan toch niet? Helemaal verrot. Ik stort compleet in. Gewoon ijskoud. Hoe dan? Nou, ik begrijp het niet. Nu ga ik koken, maar ik heb nog helemaal geen honger. Eet ik wel later. Ik ga gewoon weer die ene roerbak maken. Dus dat hoef ik niet echt te filmen. Dat het runder gehakt. Tomaat. Gewoon dat... Nou, ik ben helemaal moe. Dat runder gehakt roerbakje wat ik steeds maak. Kan dit nou? Eiwit overschot? Ik heb ook nog een bakje kwark gegeten daarna. Ik had ook wel die skier, dus ik heb best wel veel. Zuivel. Van super goed naar gewoon het gevoel alsof je ziek bent, hè? Super vaag. En ik heb net snowboots besteld van UK, die ik niet nodig heb, maar wel wil. In het zilver, geweldig. €120. Hoe kun je dat betalen, Charlotte? Ja, ik heb mijn spaargeld weer terug. Is het slim? Nee, het is niet heel slim. Moet je binnenkort weer een baan zoeken? Ja, sowieso. Ik heb dit dus gekocht. Ik heb het gepast over mijn broek, maar volgens mij zit het heel lekker. Ik ben helemaal obsessed nu met Sloggy. Maar ik zag dat het best wel duur was. Ik had toch die BH gekocht? Volgens mij heb ik dat verteld. Deze lelijke oma BH, ja. In M. Dus ik die hele winkel afzoek of ze er meer hebben. Het is dus de, als je ook BH's haat, net iets meer wil dan niks, dan is het de Sloggy Zero Feel Natural Top. Heel die zaak afgezocht. Ze hadden mega veel in de XS. Allemaal kleurtjes. Ze hadden nog 1 in een M en 1 in een L. En die L heb ik gepast. En die valt eigenlijk bijna hetzelfde als die M. Dus dan heb ik er nu in totaal 3. En toen zag ik dus dat ondergoed. Ze hadden alleen dit. One size is het.
Van XS tot L kan je dragen en het is heel stretchy. En het is gewoon heel zacht. En dan, oh, je zit een gaatje in. Dat is wel echt heel erg zonde. Maar ja, dat is dan 5 euro. Maar normaal kost het 13, staat hier. Het is in ieder geval best prijzig. En het is heel lekker zacht. Maar ik zit hier 2 gaten in. Dat vind ik niet zo heel leuk. Hier ook. In ieder geval super comfortabel om in te slapen. Ik heb al heel lang nodig. Ik dacht, ik koop er 5. Want ik heb altijd al mijn favoriete ondergoed, heb ik er maar 1 van. En dan hoef je niet steeds dat je maar 1 nachtje lekker ondergoed aan hebt. Of soms ga ik het dan met de hand wassen, weet je wel, zodat ik het weer heb. Dus ik dacht, laat ik het weer goed doen. Maar die gaatjes vind ik wel stom. 1, 2, 3, 4, 6. Nou, helemaal heerlijk. Helemaal comfortabel, helemaal granny style. Helemaal super sexy. Hi, Poppy. Oh, ik heb misschien nu te weinig water gedronken. Want sinds ik thuis ben, heb ik geen water meer gedronken. En ik moet de vaatwasser nog doen. Nou. Ik kijk deze dit, want ik denk, dat is je haar dan. Leuk. Straks komt mijn zilveren jas en ik ben zo benieuwd. Want als die goed is, kan ik hem combineren met mijn moon boots, die ook zilver zijn. Van zilverhater naar een zilverlover. Die jas is er maar eens te klein. Nou. Door dit. De arm, de oksel zit heel laag. Je hoeft bij skiën niet dit te doen. Maar hij oogt ook een beetje klein en kort. En het is geen skijas. Maar het grappige is, ik ben bij deze jas gekomen doordat ik zocht op skijas. En toen kwam deze jas op Google. Waarschijnlijk gewoon gepromoot. Nou. Ja, zij had hem houden voor niet skiën. Maar ja, dan is hij alsnog een beetje aan de kleine kant. Wel zonde hoor. Al heb ik er nu een trui onder. Hij blijft krapjes. Hij is klein. Ja. Hij is wel leuk. Nou, ik had hier echt zo erg op verheugd. Nou, gelukkig komt die andere paarse jas. Anders had ik geen jas gehad. Die komt morgen. Maar deze vond ik leuker. Ik heb net zilveren snowboots besteld. Ik lijk me echt een dik Michelin poppetje. Nou. Oh, je kan deze ook aantrekken als een soort marsmannetje. Ha, kijk. Dat is wel chill. Ja, nee is nee, hè? Jammer. Ook niet zo dat als ik hem open doe, dat hij dan beter zit ofzo. Het zijn echt de armen die niet goed zitten. Ja, ik heb wel een chenille trui aan, maar zo dik is dat nou ook weer niet. Het is niet dikker dan 2 laagjes. Houden. Zie ik, jammer. Eigenlijk wil ik hem toch houden, omdat ik hem zo leuk vind. Heel jammer. Hij is super vet. Van Daisy Guay. Inmiddels aan het koken. Ik had volgens mij al getipt dat kalamata olijven heel lekker zijn. De bepaalde pasta's en roerbakgerechten. Maar dit, het heet Calamon. Maar deze van de Aldi. Had ik een keer per ongeluk deze gekocht. Maar je hebt dus met en zonder pit. En zonder pit is super chill als je gaat koken. Want die pitten zitten altijd best wel vast. Dus ik heb er nu even stukjes gehakt. Want ik vond het altijd een beetje grof. En ik gooi gewoon, nou ja, dit laat ik over. De rest gooi ik allemaal lekker erin. En dit was dus zo'n gerecht wat ik toen een keer een beetje als restje maakte. Maar inmiddels is het echt favoriet. Als je een koolhydraatarm wil doen, moet je daar helemaal geen bonen door doen. Maar normaal doe ik bonen en mais. Als je trouwens op geld let, gesneden is altijd duurder dan niet gesneden. Maar zo'n bak met ongesneden houden wij altijd van over. Want ik gebruik nooit zo'n hele bak. Dus dan kwam ik erachter dat als ik gewoon gesneden koop, is het chiller. Maak je het helemaal op en is het gewoon 40 cent goedkoper. En als je zo'n bak gebruikt die ongesneden is en die uiteindelijk gaat beschimmelen in de koelkast omdat je het niet gebruikt. Ik doe toch geen zwarte bonen door. Dus apart van haar samen met dit. Heeft hij wel koolhydraat, want het is eigenlijk voor mij wel genoeg. Ik heb veel laten gerust. Deze had ik gisteren bij de Aldi gekocht en ik dacht, oh chill, cherry tomaatprijsje en dan krijg je super kleintjes. Dat was meestal juist duurder. Maar de schil is super taai en ik had ze eigenlijk voor als snack, zeg maar, voor de salade. En dan doe ik ze lekker hierbij, daar. Want dan is de schil ook niet meer taai. Zo niet te snijden. Het is zo lekker voor de tomaatjes. Wanneer je blikje afbreekt en je geen blikopener in huis hebt. Dan leef je zakmessen. Dingen zijn echt veel. Het ziet er niet heel lekker uit, maar het smaakt dus echt gewoon
super lekker. Ik had dus die tomaatjes erbij gedaan. Dat maakt het eigenlijk wat minder lekker. Een beetje minder smaak zat er aan het eten. En de olijven waren lekker toen ze groot waren. En het was gewoon iets minder lekker. Ik weet niet waarom. Maar wel prima. Je hebt echt die bonen totaal niet nodig. Ik zit super vol. Nu ga ik nog lekker een theetje drinken. En ik wil even die Shein documentaire kijken. Maar ik weet niet hoe die heet. Bijna dezelfde lunch als gisteren. Het ziet er echt super vol uit. Ik heb alleen nog geitenkaas toegevoegd. Daar had ik heel veel zin in. En het was wat minder avocado. Doordat als je hem in water zet, wordt hij wel echt minder lekker. Het is een beetje een prakje geworden. Wow, dit is wel echt veel, hè? Maar echt super lekker. Oh my god. Ik weet niet eens of ik gisteren heb gevlogd dat ik dit heb besteld. Ik denk het niet. Ik moest ze hebben. Ze zijn normaal 170 en ik heb ze voor 120 bij Little Green Bag gekocht. Met het oog op dat ik een zilveren jas zou hebben. Maar ook daar los van vind ik ze geweldig. Ik had geen snowboots. En ik heb echt nu iets van, weet je, alles wat ik nu koop voor dus wintersport. Ik heb er zoveel zin in. Dan geniet ik extra met leuke spullen. Maar je kan het je hele leven gebruiken eigenlijk. Weet je wel. Dus je snowboots, je skibril, je helm. Maar oh my god, dit is zo leuk. Het is helemaal het einde. Ik ben helemaal verliefd hierop. Precies zoals op de foto's. Ik heb het net ook op Instagram geplaatst, maar wij hebben dus volgens mij al meer dan een jaar geleden onze gordijnen gekregen van Veneta. Ik heb toen gevlogd dat de meneer kwam inmeten, maar daarna door de zaak ben ik het compleet vergeten te delen. De gordijnen zijn mega mooi, maar ik heb ze gewoon nooit laten zien, dus ik ga ze nog even laten zien aan jullie. Ik ben helemaal blij met mijn snowboots. Ik heb ze nu de hele tijd aan, ze zijn heerlijk warm en I love... Dit zijn ze. Het is natuurlijk weer donker. We hebben dus een heel groot raam. Kijk hoe mooi. Het is gewoon zo prachtig met die plooi. We hebben hem eigenlijk bijna nooit open. Maar kijk hoe mooi het staat met deze muur. En we willen dus heel graag die balken nog verven. Maar daar zijn we nooit aan toegekomen. We hebben 1000 euro korting gekregen op de gordijnen. Deze zijn echt best wel prijzig. Omdat we dus mega veel stof hebben. Omdat het zo'n groot raam is. Echt heel veel stof. De kleur zal ik ook even linken in mijn beschrijving. Welke wij hebben. Maar het is gewoon 100% verduisterend. We zijn er echt zo ontzettend blij mee. Zo prachtig. Ik heb nog nooit zulke mooie gordijnen gehad in mijn hele leven. Kijk ook hoe lang het is. Ja, hier is een troep op de grond. Maar het loopt dus ook aan de andere kant helemaal door hier tot achter de kast. Want eigenlijk is dat niet nodig. Dus kijk, hier is allemaal stof wat je helemaal niet ziet van deze hele kledingkast. Maar we dachten, we gaan het wel gewoon goed doen. En ik weet of we toen al dit bijgedeelte hadden. Weet ik eigenlijk niet. Maar het loopt dus, we hebben zo'n hoekkast van Ikea, dus een heel groot stuk door. Wat eigenlijk een beetje zonde is, want geld maar, je gaat niet je gordijn eerder al laten stoppen. Het is een beetje moeilijk om een gordijn te filmen met tegenlicht, maar ja, we hebben hem eigenlijk heel vaak dicht, want anders loop je hier naakt. Maar ja, nu is het hier dus helemaal donker. Zoals je ziet komt er echt geen licht doorheen. Super chill. Kijk, zoals je ziet kwam er dus echt helemaal geen licht doorheen. Helemaal donker. Dat is zo belangrijk voor je nachtrust. Maar wij hebben overal in huis warm licht. Dus het is altijd zo moeilijk als je en tegenlicht hebt en warm licht. Kijk, nu klopt er natuurlijk helemaal niks van de kleur. Deze lamp hebben we dus ook van de Ikea. Dat is best wel een betaalbare lamp. Maar ik vind het super mooi. En dan zo, ja, het is een beetje zo'n hotelkamer vibe eigenlijk. Qua gordijnen. Jammer dat de rest nog een beetje hier zo is. We hebben ook het bed nu gedraaid om te kijken of dat lekkerder slaapt. Maar het is niet zo. Ik kan mijn koffer aan het inpakken. Woehoe. Nou, ik ben dus veel te laat met het delen ervan. Maar goed, nu zien jullie het. Ik wou het ook in mijn home tour verwerken. Die nooit komt waarschijnlijk. Beneden moeten we ook nog steeds raamdecoratie hebben. Maar dit hangt hier in ieder geval best wel lang en heel blij mee. En ik heb geregeld. Meestal doen ze dat volgens mij niet in kortingscode. Maar met de code Charlotte5 krijg je dus extra korting. Als je daar bestelt. Heel relaxed. En dit zijn wel prijzige gordijnen, maar je hebt ook echt betaalbare. Dus yay! Oh, ei en pigmentvlekken boven. Maar na de hele dag te hebben gewacht is mijn jas bezorgd. Ik zit echt gewoon de hele dag thuis vastgeketend. Want ik heb iets van, als ik deze bezorging mis, loop ik het risico dat ik geen skijas heb. Hij is er. Ik had hem toch gefilmd. Volgens mij had ik hem toch gefilmd toen het donker was. Omdat het inmaatje te groot was, ik wel even goed licht. Daarom, ik film altijd op dezelfde plek, omdat het de enige plek is met licht. Ik moet zeggen dat hij wel nog steeds hele lange mouwen heeft. En hier zit hij wat aan de strakke kant, maar wel mooi. Het is wel gewoon wat flatterend of zo. Niet zo lomp. Veel beter dan die zilverjas in ieder geval. Kleurtje is leuk. En je kan hem hier ook wel strakker zetten. En ja, het is toch ook gewoon lekker warm. Als hij een beetje over je handen gaat, denk ik. Maar ik vind het helemaal cool als je dan ook dus niet aan het skiën bent, maar weet ik veel, je broek uit doet. Je hebt een legging onder en dan deze snowboots. Vind ik het best wel een goede outfit eigenlijk. Alleen, nee, dat is wel lang. Maar dat maakt het uit. Zie je, hier is je best wel strakkig. Maar ik vind dat niet storend of zo.
zo. Kijk. Ik vind hem in ieder geval leuk en het is gewoon goede kwaliteit. En dan hier een witte helm bij en dan mijn zebra ski bril. En een zwarte broek. Dat is helemaal leuk. Ja, het is echt een skimerk, dus het moet wel goed zijn. Maar het is wel dit. Als je capuchon opzet, dan gaat hij niet hier overheen, maar gewoon zo. Hij is wel een beetje strak, hè, hier. Hij is niet helemaal het perfecte model voor mij, maar toch ga ik hem wel houden, want ik ga hem 2 dagen op wintersport en het zit prima. Waarom zouden die mouwen zo lang zijn? Waarom heeft die jas van gisteren zo kort mouwen en deze zo lang? Wat is dat? Ja, hier is hij best groot. Dus hij is gewoon heel erg getailleerd bij je buik. Nou, gelukkig is mijn buik op het moment niet heel bol of zo. Anders was hij wel echt een strak geweest. Maar het is wel heel erg gebaseerd op mensen met dunne buik en lange armen. Nou, in ieder geval lekker kleurtje. En heel leuk met mijn zilveren moonboots. Hier kan je een skipasje in doen. En waarschijnlijk allemaal tools. En ik heb nu een... Nou, ik vind hem wel echt heel leuk. Eigenlijk wil ik nog een mooie zonnebril en een rugzak. Ik vind het gewoon zo leuk als je eindelijk weer een keer op wintersport gaat, dat je dan gewoon een mooie outfit hebt. En in die snowboots draag je natuurlijk eigenlijk in het begin en het eind van de dag. Ik zou hem eventueel ook kunnen omslaan, maar ik denk dat het wel lekker warm is hoor, als je aan het skiën bent. Maar het kan wel, zie je het? Ik kan zo doen. Ja, het is een heel leuk kleurtje. Hoe is hij van achter? Hij is dun, maar het voelt alsof hij wel lekker warm houdt. 10K water resistance, 10K breathable. Ik ben in ieder geval blij. Het is lang, het is grappig, want dan denk je, ik begin op tijd met alles kopen. En uiteindelijk is het al 2 dagen voordat we weggaan. Over 2 dagen zitten we al in het vliegtuig. Oké, lekker gegeten. Wel een beetje vroeg, maar ja, is niet anders. En nu naar de gym, maar het sneeuwt. En ik heb net mijn snowboots uitgedaan en ik mis ze nu al. Ik vind ze zo geweldig. Ik ben daar zo blij mee. Ik wacht even tot het buitje voorbij is. De sneeuw, nog 6 minuten. Dus even vuilnis weggooien en dan sporten. Hola, ik wou jullie even vertellen dat ik trouwens nog geen gewicht kwijt ben. En dus wel super goed bezig ben. Gisteren heb ik geen koolhydraten gegeten, de dag ervoor alleen mijn shake. Maar oké, we zien het wel. En ik ben wel een beetje een soort van de kind. Ik zit in mijn hoofd dat ik een kind ben. Oké, hi. Ik weet dat ik ook soms comments krijg van het is niet goed. Je zit zo erg, je bent er zo hard mee bezig. Maar ik wil wel gewoon delen hoe ik ben. En dit ben ik. Dit is mijn struggle in life. Dat ik wel al stress als ik alle foto's doorgestuurd krijg. Ze zitten letterlijk om 9:30 al aan de wijn. Aan de appelstrudel. 1,5 uur later weer. En ze zeiden al, je kan natuurlijk zelf gewoon lekker veel skiën als je dat wil. Want ik ben echt gewend om van 9 tot 5 te skiën. En 1 keer tussendoor even op de berg wat te eten. Tussen de middag. Maar goed, ik ga even proteïnezakjes vullen. Voor dus donderdag hoeft het niet. Voor vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. En ook nog eentje voor dinsdag. Ik ga even 5 zakjes van deze vullen. En 5 zakjes ook van de maaltijden. Zodat ik in ieder geval als ik daar ben. Ik wil ook het mini blendertje die we van de Action hebben meenemen. Dat ik in ieder geval wel gewoon dit kan doen als ik dat zou willen. Ik weet niet hoe het daar is. Hoe ik het daar ga doen. Maar ja, dat vind ik wel een fijn idee. Voor hetzelfde geld kan je daar... Hebben we geen tijd om boodschap te doen? Moet ik eten wat zij eten? Hebben we alleen brood of zo? En dan vind ik het gewoon heel erg zonde om mijn hele ritme dan los te laten. Of voor hetzelfde geld is er op de berg gewoon geen gezonde optie. Dan heb ik in ieder geval een shakeje bij me. Dat ik dan daar al vol van zit. En dan kan ik er nog gewoon lekker wat bij eten. Ik ga echt wel genieten. No worries. Maar heb je een beetje die veiligheid? Dus die ga ik even in zakjes vullen. Maar ik dacht, ik kan ook een potje doen. Maar ik denk het is wel handig als je het al gewoon meteen in zakjes hebt, toch? Ik zag gisteren op Insta ook allemaal ongezonde dingen voorbij komen. En ik dacht, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik heb helemaal geen moeite met deze manier van eten. Ik vind het heerlijk. Dus daarom vind ik het zo zonde om het te verpesten. Maar ja, er zullen vast mensen zijn die zeggen van... Het is echt slecht dat je daar nu al over kan stressen. Maar oké, okay, ja. Dan is dat maar zo. Oké, 4 maaltijddingen en 5 proteïne zakjes. Gewoon chill. Voor het geval denk ik daar, ik laat het helemaal los, maar... Toch zonde als je het niet kan doen als je het wel wil. Maar ik snap er sowieso niks van. Want ze zeggen dat er 16... Je zou 16 van zulke zakjes uit zijn zak moeten halen. En dat is gewoon niet zo. Maar ze zeggen 1 schep. Het is zo onduidelijk. Dit zijn 2 schepjes. Maar dit is 80 gram heb ik net gewogen. En 2 schepjes zouden 65 gram moeten zijn. Dus je moet die schepjes blijkbaar helemaal niet vol doen of zo. Maar ik vind het heel vaag. Vandaag heb ik het een beetje anders gedaan. Iets minder variatie, iets meer van dingen. Ik heb een dubbele carpaccio. Dat is 120 gram. Dan heb ik een hele avocado... 3 gesneden en 1 heb ik er gepocheerd, ei gelegd. Maar
heel veel eiwit ging verloren. Dus toen dacht ik, nou, dat werkt niet. Nog nooit gedaan, was mijn eerste keer. En een normaal gekookt eitje. Dan 6 paranoten, wat walnoten, 3 geitenkaas, 50 gram overgebakken kipfilet, tomaatjes, komkommer en parmezaan te carpaccio. Weinig vlog vandaag. Lekker mijn haar gewassen, heb ik morgen niet op te doen. En nu ga ik allemaal retour, echt 7 pakketjes retour brengen ofzo. Dus ik ga naar de Lions, want daar kan je en GLS en DHL en PostNL. En dan wou ik nog iets bij de kruidvat halen, maar ik weet niet meer wat. Dit is weer tijd voor mijn favoriete tomatenkoek. Ik heb iets anders gedaan. Ik heb er mascarpone erin gevoerd. Ik ben uit het fan van Rome gezoekt en ik heb hem wat dikker gemaakt. Maar het is wel heel lekker geworden en dan heb je die vetten, waardoor je langer vol zit. Yummy. Ja, ben ik. Yummy. Ik heb weer iets gekocht van mijn spaargeld. En het is... Apple Watch. Ik wil het zo graag, want ik ben zo erg met alles bezig dat dit me echt gaat helpen om alles te kunnen tracken en bijhouden. Dit is het bandje. Bandje. Maar je kan dus heel veel ook neppe bandjes online kopen voor 3 euro. Want ik weet nu al dat ik me ga irriteren dat dit zeg maar zweet. Maar ik heb wel dan, ik heb de beige. Beige. Ik heb lekker met mijn Apple Watch geklooid. Ik kom er later wel op terug. Mijn weekvlog geëdit. Vast ingepland voor morgen dat hij online komt. Volgende week vlog vast 20 minuutjes geëdit. Als ik terugkom is het natuurlijk alweer bijna moeten volgen online. En ik neem deze laptop niet mee. Wat dingetjes in mijn koffer ingepakt, nog steeds niet klaar. Morgenochtend gaan we waarschijnlijk vroeg sporten. Dan de laatste dingen inpakken. En dan nog een beetje opruimen. Ik krijg een huishoudelijke hulp trouwens vanaf dinsdag. Om de week geweldig, eindelijk. Via mijn schoonmoeder. Dus zij gaat dan ook even open doen, want wij zijn er niet. En zij gaan ook voor, poesie zorgen. Maar ik ben dus ook blij met mijn Apple Watch. En ik hoop dus dat hij vannacht gaat... Hij staat nu op slaapstand. Mijn slaap gaat detecteren. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik lees net trouwens over de ketogriep. En als je dus keto eet, wat ik eigenlijk nu doe... krijg je dus duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn. Dat soort dingen. En dat krijg ik dus nu. Maar eigenlijk is het best wel dom dat ik net voor mijn menstruatie die vrijdag begint... en net voor mijn wintersport dit ga doen. Want als ik daardoor moe ben op wintersport, vind ik het echt heel erg... En dus ik dacht, ja weet je, aangezien het... Oh, mijn haar heb ik gewassen, is helemaal nat. Wat stom. Dat is het al vergeten, de hele dag al. Aangezien ik toch waarschijnlijk op wintersport niet zo makkelijk keto kan eten... ga ik gewoon het een klein beetje loslaten en dan... misschien gewoon 1 keer per dag wel koolhydraten eten of zo. Maar ik weet niet. Ik kijk wel eventjes. Nu ga ik met nat haar slapen. Heerlijk. Lekker. Oké, tot morgen. Ik heb zoveel zin in wintersport. Hola, ik heb bijna alles van mijn lijstje af. Vanochtend heb ik trouwens weer de normale shake genomen. Waar wel wat koolhydraten in zitten. Want ik ben helemaal... En ik heb geen zin om mijn wintersport te verpesten. Ik ben helemaal goed op schema met alles. Het is nu 11:30. Ik heb alleen nog een nekwarmer nodig, maar Hiel gaat nu naar de stad. Dus die gaat voor mij meteen even kijken. Ik heb een rugzak gevonden die ik ooit heb gekregen, die ik nog nooit had gebruikt. Toen dacht ik altijd, ja, die geef ik wel cadeau aan iemand, want wat moet ik ermee? Dat vind ik niet heel mooi, maar is best leuk. En best handig voor skiën. Hij heeft alleen niet hier dat je hem vast kan binden, zoals bij een sporttas. Maar maakt niet uit. Wel prima. Dus ja, ik heb mijn lijstje bijna helemaal afgewerkt. Ik heb verschrikkelijk geslapen als ik naar mijn Apple Watch kijk. Ik zal het nog even met jullie delen. Maar dat komt echt ook door hoe ik nu eet, heb ik gelezen op internet. Ik zie er ook uit alsof ik een kind heb en nooit meer slaap. Nou, zo voelt het ook. Maar goed, komt wel goed. En ik heb dus besloten om gewoon iets... Oeh, mijn oortje valt uit. Waar is die? Oh. Iets minder streng te doen. Maar ik ga wel gewoon ermee door, anders vind ik het echt zonde. Maar wel iets van koolhydraten. Mijn Apple Watch had trouwens iets van 15-20% batterij verbruikt in de nacht. Best wel veel. Maar ja, het is al bekend dat hij niet heel lang meegaat de batterij. Dus ik heb hem eigenlijk vanaf dat ik opstond 2 uur geleden tot nu opgeladen. Dus heb ik hem nu niet getracked. Terwijl ik natuurlijk wel bewogen heb, heb ik met de hele tijd mijn koffer aan het inpakken. Maar ik weet niet wanneer je hem anders het best kan opladen. Eigenlijk als je even een tv-momentje hebt of zo, maar die heb ik vandaag niet. Anyhow, ik ga nu sporten. Niet te zwaar mijn benen doen, want ik ga natuurlijk morgen skiën. Ik twijfel of ik lekker deze legging aandoe straks of iets anders. Ik weet niet. Maar ik ga nu sporten, ben ik in ieder geval... 1 uur of zo weer terug en dan heb ik nog ruim 1 uur om even te douchen en de laatste dingetjes te doen. De training ging super goed. Dat was ook heel leuk met de Apple Watch erbij. Ik had ook weer wat op Instagram gezet. Ik heb proteïne shake en het snoelt. En dit is mijn lunch, even iets simpeler. Nou, eigenlijk was het nog heel lekker. Gewoon eigenlijk een salade caprese-achtig en avocado met ei, komkommer en noten. Maar over 55 minuten ongeveer kunnen mijn schoonouders er al zijn. En moet nog douchen en aankleden. Dus... Eigenlijk wil ik eerst douchen, maar ik heb nu al die proteïne shake. Dus nu is zeg maar je eetmoment. Dus het is een beetje stressen.
maar ja, what's new bij mij? Nou, we zijn er hoor. Ik wilde dus net helemaal gaan vertellen hoe grappig het was bij de security. Want we moesten echt al onze bakken, 3 bakken werden aangehouden. 1 vanwege een lege fles water. 1 vanwege avocado en 1 vanwege een mini haarmoes. En toen kreeg heel een melding op zijn app dat de vlucht vertraagd is naar 6:30. Terwijl we 5:30 zouden vliegen en de vlucht maar 1 uur is. En ik heb geharst hier. En blijkbaar ook hier en nu heb ik uitslag. Maar het is wel de tweede keer dat ik op de wc zit en die automatisch doortrekt. Dat is echt heel goor. Nou, dat is jammer. Ik heb volgens mij nog nooit vertraging gehad in mijn leven. Dan vandaag toch maar even een lekker kokos cappuccinootje met apart schuim. Ik ga lekker dit eten zonder brood. En dit zonder dit. 35 minuten gewacht. Daar gaan we. Daar gaan we. Mijn laatste keer in het vliegtuig was toen ik naar New York ging. Het is zo warm. We hadden vertraging omdat in Frankrijk stakingen zijn en daardoor moest die vlucht helemaal omvliegen via Spanje of zo. Dus, denk je dat hadden ze wel kunnen weten, maar dat wisten ze blijkbaar niet. Mijn allereerste keer Rotterdam Airport. Nou, daarna. Omhoog toen we gingen opstijgen, want in New York vind ik het ineens een beetje spannend, maar daarna was het oké. En nu komt Clint ons halen, super chill, we hoeven ook niet te wachten op onze koffer, dat is echt lekker snel, maar ik ga even plassen. We zijn net terug de tijd ingegaan. We zijn blij met eten, maar ze hebben wel echt veel tijd in het vliegtuig. Oké, jongens, ik ga later in alle rust echt nog wel meer vloggen, maar het is gewoon fantastisch. We hebben, omdat een ander gezin of zo weg is gegaan, een grotere kamer gekregen onverwachts. Het is echt zo mooi en leuk hier. Ik ga alles nog laten zien. Maar eigenlijk zouden we daar zitten, in Lily. En nu zitten we in Zonnebloemen. En we hebben hier dan echt zo'n hele... Het doet me zo erg denken aan het huis van mijn opa en oma. Badkamer. Maar we hebben hier ook echt zo'n hok waar je dan al je skis en zo lekker kan laten opwarmen. Want hier is het super lekker warm. En dan zet je je schoenen hier. Maar we hebben ook een extra slaapkamer met 2 bedden. Heel chill. Ik heb het idee dat je hier dus heel lekker kan slapen. Onder het raam. Ik hou van schuine wanden. Dat slaapt op een of andere manier altijd heel lekker. En het ruikt helemaal naar mijn open oma, maar ik word er bijna emotioneel van. Echt heel grappig. TV'tje? Wow. En volgens mij betalen we maar 50 euro per nacht hiervoor. Dan is hier nog de slaapkamer. Ook ik heb helemaal zin om nu alles lekker uit te pakken. Maar we gaan ook naar Rieke en Clint toe. We hebben nog een hele eethoek. Oh my god. En een keuken. Niet normaal. Nou, we gaan nu nog even beneden waar ik en Clint en Ger en Connie lekker chillen. Maar ik heb eigenlijk nu heel veel zin om alles lekker uit te laden en zo. En dan eigenlijk in bad te gaan, maar ik wil ook wel even gezellig doen. Oké, jongens, nu kan ik even heerlijk vloggen. In mijn eentje vlog ik toch altijd lekker. Dus ik ben iets eerder naar boven gegaan, want haar ging nog een 1/2 liter lekker wijn en bier met daar drinken. Adem, het is hier heel heet. Het is 10:30, maar ik zei van ja, we moeten morgen dus. Zij gaan om 7:00 al ontbijten. Ik zei nou, kijk, ik vind het wel belangrijk dat je ook gewoon en gezellig doet en je eigen... Oh my god, ik kan hier met de camera zetten. Je eigen ding doet, dus... Jezus. 1 tip, neem nooit alleen maar je snowboots mee, want voor hetzelfde is het bloedheet in het land. Dan heb je alleen maar hete schoenen bij je. Maar in ieder geval, ik zei, ik vind het zeg maar heel, de hele dag gezellig doen, maar ik vind het wel fijn om 's avonds gewoon wat even in mijn eentje lekker in bad te kunnen. Of nu nog even mijn koffer uit te pakken. Of morgenochtend gewoon mijn shakey te nemen. En niet met z'n allen het ontbijten. Maar die tijd te gebruiken om later op te kunnen staan. Weet je wel. En dan zei ze, ja, doe lekker je ding. Dus dat is echt chill. Dit is mijn helm. Hij zit super lekker. Ik heb dus de Salomon Husk. De normale versie. Dus niet de Pro en niet de Prime. Hij heeft hem net gepast. En die zegt, wow, dit zit veel lekkerder dan mijn helm. Dus ze zeiden dat hij een ovaal hoofd had waarschijnlijk. Maar misschien heeft hij ook gewoon een rond hoofd. Of misschien heeft iedereen wel een rond hoofd. Ik vond het een beetje een Duits helmpje, maar ik ga even mijn bril erbij doen. Eigenlijk zouden we nu al moeten slapen, maar ik vind het zo leuk dit. Ik heb zoveel zin ook in skiën. Ik heb in ieder geval de meeste ervaring met skiën. Maar ik kan echt niet wachten. Voor zelfs dat kan ik het helemaal niet meer, maar dat kan ik me niet voorstellen eigenlijk.
moet hem nu denk ik iets wijder maken. Waarschijnlijk hebben jullie het al gezien in mijn vlog als je dit nu ziet. Maar van Sirocco een bril. Omdat ik hem zo cool vond. Misschien moet ik hem denk ik veel wijder. Oeh, dit is al zijn allerwijdst. Ik wil ook niet dat hij uitlubbert. En dan kan je hem hier achter vastzetten. Er zit zeker net die harde clip hier, waardoor hij niet vast kan. Dat is niet zo mooi. Ja. Zie je, allemaal als je morgenochtend allemaal dit soort dingen moet gaan doen, is niet zo chill hoor. Ik zei al tegen van in de ochtend neem ik gewoon lekker mijn shakey, want ik voel me daar heel goed bij. Ik vind dat super lekker en dan vind ik het zonde om mijn witte keizerbroodjes te gaan lopen eten. Wat ik niet eens lekker vind. Maar ze zeiden al van het is echt heel moeilijk om hier keto te eten. Zit hij nou? Nou, hoe staat het in ieder geval? Ik heb echt een huge bril. Oh my god, hij is te groot met deze helm. Oh, mijn helm wordt zo. Hier heb ik dus totaal niet over nagedacht. Hè? Ik heb dit nooit samen met elkaar gepast. Nou, het gaat net, maar het zit... Zie je? Het zit echt heel dicht op elkaar. Het ziet er in ieder geval niet mooi uit. Nou, dit kan je ook nog wel onderweg een beetje... Ik zweep me helemaal kapot. Een beetje stellen. En hij moet iets strakker nog. Ik stop even met vloggen, want dit duurt veel te lang. Nou, dit zit dus niet vast. Ik snap er niks van. Nou ja, als je nooit hebt geskiet, dan heb je hier misschien wel wat aan. Voor als je gaat skiën, dan weet je even waar je rekening mee moet houden. Nou, dan staat dit klaar. Ga ik aan de kapsel komen. Verder, dit is echt geweldig dat ik mijn camera hierop kan zetten. Had ik dus deze rugzak mee, die heb ik jaren geleden een keer gratis gekregen van Bold Banana. Toen dacht ik, nou, helemaal prima. En wat had ik vandaag mee? Zal ik even laten zien. Ja, dat het wel... Handig is om dit zakje voor de zekerheid mee te nemen morgen. Voor als je bril wel wil opwerpen of zo. Ik had een waterfles mee. Hier ga ik ook thee, denk ik, of water in meenemen op de berg. Of mijn shake, maar ik denk mijn shake thuis drinken. Een elastiekje, lenzenvloeistof. Een van mijn zonnebrillen. Deze die jullie wel kennen. Helemaal lelijk geworden. Ik heb er nog meerdere mee. Een tripod, waarvan ik niet zeker weet of ik die meeneem. Een nagelfijl. En... dit leuke tasje wat ik ooit heel oud heb gekocht met een lipglossje uit Duitsland. Een handgel die bijna op is. Die heb ik niet bewust meegenomen. Kauwgom en een Starbucks strippenkaart. Die oortjes waar ik echt heel blij mee ben, die neem ik wel mee ook voor morgen. Misschien vind ik dat wel handig. 2 euro. Ik weet niet of ik dat van pas gaat komen. En dat is alles wat ik bij me had in deze tas. En mijn paspoort. Ook hiervan heb ik dus iets gebruikt. Deze had ik ooit een keer gekregen in de tijd dat ik nog spullen kreeg. En die wil ik bewaren om iemand cadeau te doen. Maar vandaag dacht ik, ik ga hem lekker zelf houden. Ik gebruik niet echt veel opties, maar... ja, superleuk. Die neem ik ook niet mee de piste op. En mijn pasjes hoef ik ook niet echt mee de piste op, toch? Nou, het weegt niks. Misschien handig voor de zekerheid. Handgel, kauwgom, liplos. Ik stink heel erg uit mijn mond door dat keto. Nou, ik ben al bang dat het allemaal veel te lang duurt, maar ik wil het allemaal delen. Ik heb nog een extra geheugenkaart bij me. Dit is dus mijn koffertje die lekker helemaal vol zat. Dit zijn de vuilniszakken van Rieke en Klim waar mijn skispullen in zitten. Ik moet eigenlijk nog zoveel doen voor morgenochtend. Dit had ik toch gekocht als cadeautje voor Yara. Hier heb ik nog walnootjes mee, avocado's, banijn, komkommers, 2 gekookte eitjes, ossenworst, nog wat tomaatjes, wortel, geitenkaas, ossenhaas, kipfilet, geitenkaas, zalm. Allemaal dingen die eigenlijk op moesten waarvan ik dacht, ja, misschien vind ik het wel chill om dit mee te nemen. Je mag geen eigen consumpties meenemen, maar ja, we gaan elke keer naar andere restaurants. Dus ik dacht, misschien vind ik het wel gewoon relaxed om toch een broodtrommeltje in mijn tas mee te nemen. Dat ik ja, in ieder geval wat gezonde dingetjes kan eten. Ik ga denk ik dan morgen of later laten zien wat ik allemaal precies bij me heb, want dat is nu geen prio. Ik ga nu even prio zorgen dat ik voor morgen klaar ben. Ik heb weer veel te veel kleren meegenomen. Vooral echt 6 chill truien. Mijn skibroek past in ieder geval. Ik weet niet eens wat ik maar jullie had laten zien. Ik heb dus voor 30 euro bij Wijdmansport gekocht. Gewoon zwart. Nou, dat is goed. Ik heb hem zelf zeg maar wat strakker. Hij is te groot. Maar ik kan hem hier strakker maken. Ik heb nu mijn flarebroek er ook nog onder. Liever te groot dan te klein. Hij heeft bij mijn benen niet te groot hoor. Hier heb ik allemaal leuke kleding die ik totaal niet nodig heb. Nou, allemaal. Ik heb niet heel veel leuke kleding mee trouwens. Ik hang het wel gewoon op, want dat vind ik leuk.
heb een flarebroek bij met een blauwe shirt, een wit blouseje en... dat was het al. En een blazer. Heb dit meegenomen voor shakies? Ik stop even met veel meer, anders wordt het echt veel te veel. Super lief. Ik heb van Guilaine, van zeg maar voor Alwin, of net gezellig. Ze stuurde me een berichtje dat over oorlogjes, dat ze nog oorlogjes hadden liggen. Nog in doos, maar ze heeft het eruit gehaald omdat ze het als envelopje kon opsturen. Loop. Wow, super schattig. Het zijn best wel goede oordoppen. Waardoor ik hopelijk lekker kan slapen. Dat zijn deze. En ik heb gisteren bij de Kruidvat voor de zekerheid, voor als het niet binnenkwam, nog pluggers gehaald. Maar ik vind het echt niet lekker. Ze waren nu 7,50. Van dit soort dingen. Oh, mijn kamer staat echt goed scherp. Mochten we niet kunnen slapen, dan hebben we dus 2 slaapkamers. Ik wil gewoon niet samen slapen. Er zitten ook meerdere siliconen dingetjes bij. Hoe kan dit zo goed zijn? Ik hoor gewoon altijd mezelf of zo als ik dit soort dingen in heb. Oh, dit zit best wel chill, ja. Maar ik blijf gewoon... Als je snapt wat ik bedoel, je blijft jezelf horen. Oh, ze zijn wel goed. De maat lijkt wel goed. Nou, ik moet even klooien met of toevallig één van deze 2 maten beter is. Maar ik heb ook nog deze spelletjes mee die ik nog nooit heb gebruikt. Truth or drink. We hebben zo kort. Jammer, ik heb echt zoveel zin om hier echt super lang te blijven. Ik had wel langer kunnen blijven op zich, maar haar niet. Dus ja. Ik dacht net nog, oké, dan ga ik gewoon niet met het vliegtuig terug. Ga ik gewoon met de auto met hun mee terugrijden. Zonder van mijn ticket, maar boeiend. Ik heb nog niet eens geskiet, maar ik heb er nu al zoveel zin in. Heerlijk. Oké, nou, haar is er nog steeds niet. Ik heb toch wel dat zebra topje mee, want ik dacht het is wel heel leuk. Misschien als skitopje. Dan heb ik deze chill trui, deze chill trui. Deze chill trui en chill vest. Dus het lijkt niet veel, maar het is natuurlijk best wel veel voor, nou ja, na vandaag nog maar 4 dagen. Alle skikleren moet ik nog uitpakken verder. Maar ik draag dan dus zo'n cool katoenen shirtje met erover zo'n fleece. En een soort random legging, ik kon geen thermo vinden. Daar liggen sokken, die BH's die ik draag, strings en slaapondergoed. Nou, hier moet ik nog een vuilniszak uitpakken. Kijk hoe cool dit staat. Als ik die schoenen bij mijn outfit had gehad. Maar dat is niet zo, want ik draag ski schoenen. Dit moet ik allemaal nog een beetje ordenen. Maar ik zal wel even laten zien wat ik allemaal mee heb. Een haarspray, een oogcreme die ik nooit gebruik. Dat is nu wel handig. Een droog shampoo, want je krijgt vet plat, vet haar van die helm. Deze uit Duitsland, nog nooit gebruikt. Dit is lekker voor droge huid. Dit is lekker voor droge handen. Mijn lievelingsparfum heb ik wel gewoon helemaal meegenomen. Die bronzing drops. Ik heb niet veel make-up op sowieso. Factor 15 crème. Van, ook uit Duitsland. Een nieuwe lippenbalsem. Nog uit Duitsland. Naproks, want ik word ongesteld. Gewoon een paracetamol voor de zekerheid. Dit wilde ik nog doen. Niet aan toegekomen. Deze roller van de DM. Geen idee wat het doet. Nog een dichte bio-oil. Ik had gewoon allemaal dingen meegenomen. Een nieuwe zonnebrand. Die moet ik wel echt... Deze ga ik in mijn rugzak doen. Smeer ik me gewoon in met die. En dan... Ja, of ik smeer... Nou... Ik smeer me misschien meteen in met deze. Even kijken. Dit is voor als ik mijn haar heb gewassen van Olaplex, dat spul. En dat Lush Merlin masker voor de voor. Hier heb ik wat liplinertjes en nog wat lipdingetjes. En hier heb ik echt een geweldig mandje gemaakt. Oh, maar eerst even dit. Ik zweet me kapot. Deo, watje, tandenstoker, tandenborstel, lensvloeistof, make-up remover, tandpasta, lenzendoosje. Clinique toner, ook in zo'n potje gedaan. Dit is de geweldigste mand. Ik heb de broodmand van tafel gepakt en al mijn badspullen hierin gedaan. Hopelijk kom ik eraan toe. Ik heb allemaal pruisballen mee. En dan allemaal dingen van de DM. Oven pads en lekkere jelletjes. En... Nou, heerlijk. Ik weet niet in hoeverre ik eraan toe kom, want je wil ook gewoon gezellig beneden met z'n allen zitten. Maar dit vind ik ook wel heerlijk, dus... Hopelijk gaan jullie nog voorbij zijn komen. Zit ik lekker hier. Deze opgeladen. Want anders zou die natuurlijk weer leeg zijn. Douche gel. Olaplex shampoo. Olaplex conditioner. Scheermesje. En face gel. Al mijn potjes gedaan. Ja, dat was het wel. Oh ja, en hier ligt nog mijn bril. Focus olie. Dat smeer ik altijd op mijn gezicht in de avond. En dan die oordopjes. En het is echt al heel laat voor mensen die om 7 uur uiterlijk op moeten. Eigenlijk eerder. Het is 11:15. Je ziet het niet. Waarom zie je dat nooit op zo'n klok? Mijn staat op slaapstand, joh. Ik moet naar bed. Ik ga nog even de overige skikleren uitpakken. En dan ga ik maar gewoon naar bed. En ik zie jullie dan morgen. Want ik ga nu echt stoppen met vloggen. Anders heb ik er veel te veel vlog material. Oh, hi.
En onthaar nooit je kin, want dan krijg je dit. Een soort zuigzoen. Oké, okay, alles is klaar. Ik heb het toch nog eventjes gepast en ook verdeeld. We hebben gewoon wat... De onderkleding zeg maar, heeft mijn moeder meegegeven nog uit het oude huis. Ik wil nu echt slapen, maar even verdeeld tussen mij en haar. Ik heb dan dit als onderkleding. Die kleur is niet heel mooi, maar eroverheen gaat dan nog zo'n zwarte vlies. En dan dus de jas. Dus op zich ben ik vooral gewoon zwart-wit-paars. Alleen deze match niet. We hebben ook een zwarte hiervan, maar ik vond het ook wel leuk om iets van kleur te hebben. Dus alles hangt klaar. Normaal heb ik dat nooit. Nu wel. Helemaal zin in. Good night. Oh my god, ik word wakker. Nou, ik heb echt heel kort geslapen. Ik word dus wakker. Hij maakt mij dus een kwartier eerder wakker dan mijn wekker zou gaan. Ik word helemaal bozig. Ik word letterlijk nooit boos. Ik ben ook nooit echt zo chagrijnig. En daar helemaal tranen in mogen. Ik zo, ik heb niet geslapen. Nu wordt mijn vakantie verpest. Nou, helemaal dramatisch. Toen zag ik dat ik inderdaad al ongesteld was. Toen dacht ik, ja, en keto en ongesteld en niet slapen. Het wordt echt top. Maar ja, oké. Okay. Ik moet me er maar overheen zetten en gaan douchen. Als ik op de berg ben, gaat het vanzelf wel goed. Maar helemaal dramatisch wijf ben ik. Ik had toevallig gisteren nog de podcast van Monica en Kai geluisterd over hormonen. En toen dacht ik, nou, ik heb er echt niet zo last van. Maar nu, in combinatie met het slaaptekort en zo. Oh, ik heb heel veel crème hier opgesmeerd dat dit een beetje minder zou zijn. Maar, oh jongens. Nou, het komt wel goed, maar ik moet vannacht echt slapen. Ik ga nu lekker douchen. Mijn haar is aan het ontbijten. Ik ga even lekker chillen douchen en zo. Oké, alles zit wel een beetje wijd. Het is op zich niet heel erg, maar ik vind het eigenlijk wel lekker als je onderslaagje wat strakker is. Maar ja, dat is niet anders. Alleen met broek vind ik wel eigenlijk niet chill. Dat is echt zo'n broek. Ik wil eigenlijk dat hij wat strakker zit, maar ik heb niks anders. Dat is even balen. En dan ga ik denk ik eerst eventjes wat make-up op doen. Ik heb bronzing drops opgedaan. Toen die dagcrème met factor 15, toen nog factor 50. Ik deed dat normaal nooit, maar ik moet dat echt gaan doen. Haar kan niet in een knotje of zo, want je hebt de hele tijd een helm op, dus je moet gewoon los. En dan ga ik eventjes een beetje make-up op doen. In ieder geval wenkbrauw en mascara vind ik wel lekker. Dus even wennen dat je het een kool om hebt. Maar ik hoef helemaal geen nekwarmer toch als ik al een kolletje heb. Volgens mij is het warm genoeg. En dan ga ik niet al die laagjes nu aan, want dan krijg je het super heet. En volgens mij is het ook niet heel goed, want dan krijg je buiten weer vaak sneller koud of zo, zeggen ze. Oké, mijn allereerste keer dat ik mijn outfit aan heb. Ja, ik vind het wel leuk. Lekker, laagjes. Voelt helemaal goed. En wat ik ook wil doen is dat je die jas hier open kunt doen. Ik wil wel nog één keer plassen. Wat wel scheelt als je geen bretels hebt trouwens, is dat het wel veel makkelijker is met plassen. Normaal moest je dan ook die jas uit doen. Nu hoef ik weer mijn broek uit te doen en mijn thermo. En ik ben het altijd gewend om met skischoenen al meteen te gaan. Maar nu doen we dus met snowboots. Die gaat trouwens wel veel lastiger aan met sok erin. En dan gaan we... Later pas de skis verwisselen ofzo. En de helft is nu, wordt nu op de trein gezet. En dan gaan we nog naar de snowboardwinkel voor H. En voor mij voor skistok, want die was ik vergeten. En dan gaan we. Chill is dat je dit dus zo kan doen. Want als je al die laagjes erom hebt, zit je jas best wel strak. En als je ook nog ongesteld bent. Dat grappig, want ik ben echt zo, ik denk zo bij alles na. En H is echt zo super makkelijk. Volgens mij zijn mijn kijkers ook wel een beetje zoals ik, heb ik soms idee, of juist niet. Maar we moeten niet afkoelen dat we, doordat we nu buiten wachten, maar het is zo heet boven. Best fris hoor eigenlijk. Je denkt het is niet koud, maar het voelt toch kouder dan als ik gewoon in mijn winterjas sta. Eigenlijk is hij net een beetje te lang, de jas. Maar ja, wel leuk. Ik ben wel blij met me. Alles. Nu krijg ik het koud, dus misschien ga ik beter even binnen wachten. Daar gaan we straks skiën. Ja, alles is hier zo luxe. Helaas. Fantastisch. Ik ga naar de volgers en als je naar het filmpje kijkt, denk je, jezus, het gaat er helemaal nergens over. Ja, dat ben ik een beetje. Het gaat ook nergens over. Oh, dit is wel even anders dan in Frankrijk hoor. Nee, je moet jij zeggen, we gaan niet meer. Wauw, dit uitzicht is ook bizar. Ga jij straks lekker. Nou, de eerste afdaling is een feit.
Jongens, ze zijn er gewoon. Ik wil wel echt skiën, skiën hoor. Dit is natuurlijk nog een beetje simpel, maar... Nice. Danger. Hey. Eerste stoelliftje. Ik zit in een liftje waar je soort van... Die een soort van naar achter, naar voren trekt. Hierachter zitten Yara en Riek. Ik weet niet, ik kan echt helemaal niks zien. Ik denk dat we hier van dit. Het zou zomaar kunnen. Woehoe! Kijk, heel sexy zijn op de snowboard. Daar komt Yara. Nou, kitty. Ziet er sexy uit hoor, hè? Heerlijk schuim hebben ze ook. Ja, zo. Wie wil mijn koekje? 5 euro. 10. Super lekker een omelet met champignons en kaas en spek. En ui volgens mij. En de frietjes gaan hierin. Dit is de blauwe dan, die 28, 29. Die gaat hier naar beneden zo. Nee. En daar gaan we weer. Ja, we kijken naar oma. Netje, steek je hand maar op. Doe maar zo. Ja. Woe. Ja. Oh, het visje heeft pijn. Nou, dat was het. Time for the break. Maakt ook, maar het voelt ook. Ik heb eierlikeur. Ja, daar. Erg bij de kleuren. Het sneeuwt, zien jullie dat? Sneeuw, ja, sneeuw. Sneeuw! Dat was sneeuw! Ik weet niet of mensen dit zien op beeld. Dat er sneeuw valt. Denk het niet. Ik denk dat iedereen nu wel lekker naar huis wil. We hebben een kluisje. Dit is een uitkomst. Dat is... Allee, waar moet mijn andere schoen? Mijn andere schoen past er niet eens in. En we zijn weer thuis. Helemaal rozig. Het is al 6 uur. Even heel even aan het douchen. Even chillen. En dan straks gaan we lekker gourmetten. Super chill. Het was echt heerlijk. Aan de ene kant is alles een beetje hetzelfde als krumpen. En aan de andere kant ook anders. Een beetje luxer. We hebben dus kluisjes gescheurd erboven. Dus mijn skis staan daar. Mijn skischoenen staan daar. Mijn helm, mijn bril, heel zijn snowboard zijn helm. Dat was het volgens mij allemaal daar gelaten. Waardoor je dus gewoon, want we moeten best wel even in de auto, bijna een uur met de auto. Waardoor je gewoon lekker al met je moonboots in de auto zit. Ik had mijn skibroek al uitgetrokken. Dus letterlijk in deze kleding kom ik gewoon aan. De rest heb ik gewoon weer lekker uitgehangen voor morgen. Maar dan pas op de berg hoef je dan je schoenen en je skis mee te nemen. Heerlijk, het scheelt echt met sjouwen. Want vanochtend moesten we super erg sjouwen. En... Yara die wordt dus volgende maand 3 en die heeft dus al lesjes en zo, maar vandaag had ze geen lesje. En we gingen dan zorgen dat zij tussen ons inskiede voor de veiligheid. Maar op een gegeven moment wilde ik haar tussen mijn benen laten skiën. Wat mijn ouders vroeger bij mij deden. En dat ging dus goed en ik vond het zo leuk. Dus ik hoop dat ik dat misschien ook nog kan vloggen. Dan moet iemand het filmen even.
En dat vond ze zelf ook super leuk. Dan pakte ik haar bij beide oksels. En ik skiede niet in een punt. Ik skiede gewoon... Of skiede ik wel in een punt? Oh ja, ik skiede in een punt. En zij deed gewoon de skis recht. Dus dan leert ze ook goed om recht te skiën in plaats van in een pizzapunt. En ik had er beide oksels vast. Soms ging ze dan wel eventjes zo aan mijn armen hangen en een beetje vliegen. En één keer ging dat mis, gingen er skis van zo naar zo. Toen zei ik ook, oké, dat moeten we niet meer doen. Toen ging ze alsnog doen, want dat vond ze natuurlijk leuk. Maar ze ervaarde ook wel echt hoe ze moest skiën. Dat was super leuk. En ook heerlijk dat ik gewoon over haar mag praten en haar mag vloggen. Super leuk. En ik heb nu al zin om haar te wassen. Wat zou ik nog meer zeggen? Oh ja, ze gingen dus op dat sleepliftje. Een heel moeilijk liftje. Dus toen, met hun moeder waren ze gevallen. Dus toen ging ik er ook af en helpen. En ja, ik vind dat vet leuk, omdat ik vroeger als kind het ook heb gedaan. Om te kijken of ik dat ook een beetje kan. Dus toen ging ik proberen of ik dan Yara tussen mijn benen kon. Dus toen moest ik dat ding tussen mijn benen, dat stoeltje, sleeplift. En Yara weer met twee armen zo vastpakken. En toen ging ik omhoog. En dat was super leuk. Dus al gingen we soms wat langzamer, was het wel dat ook weer een leuke uitdaging. En ik heb met Klin ook... Toen gingen zij op het einde met de bakjes naar beneden, zijn wij naar beneden geskiet. Dus konden we ook lekker hard skiën. En eerder die dag ben ik ook al met Klin even alleen gaan skiën. Dat we even lekker hard konden skiën. En het ging onwijs goed. Alsof ik nooit niet geweest ben. Dus al ben je 5 jaar niet geweest. Maakt niks uit. Ook al blij dat ik bij de lunch heerlijk ei heb gegeten. Heel lekker omeletje met spek, champignons, kaas. Echt super, super lekker. En dan geen koolhydraten. En ik heb wel lekker drankje genomen op de berg. Want ik ben wel gewoon aan het genieten. En ik neem nu een proteïne shakeje nog. Vanwege de krachttraining van gisteren. Dan gaan we zo gourmetten. Dus... Iets minder streng, maar alsnog geen koolhydraten op de drankjes na. Helemaal aan het genieten. Mijn adem stinkt heel erg. Mensen ruiken het ook. Dat is wel een goed teken. Ketose, en dan ben je dus vet aan het verbranden. Dus dat is top. En nu ga ik even opfrissen en chill kleding aan. Iets anders dan deze chill kleding. Lekker bij hun naar boven, naar beneden. Lekker gourmet. Dit is helemaal en ik ga even in bad met deze lekkere toepasselijke naam, Crystal Snow. Even kort, maar dit is ook helemaal niet super lang in bad. Oh. Is je al diep genoeg? Nee. Oh, het wordt echt lekker voor in de ochtend. Niet zo zoet. Toch heerlijk in de ochtend eigenlijk in bad. Want meestal vind ik het niet zo chill, maar het gaat toch nog bijna een uur in de auto rijden. Dus dan maakt het niet uit als je een beetje moe van het bad bent of zo. Ik ga ook deze nog even lekker opdoen. Ja, gaat het weer. Kijk eens. Oh, ik dacht hier kunnen we schatten. Kijk, die hadden. Alweer draken. Ja. Hier gaat er naartoe. Dat zijn die stoutjes. Ik dacht dat het lieve draken waren. Ik ga echt een mist in. Zo. Ik denk niet dat we weer boven gaan uitkomen. Hoe heerlijk. Dan ben je gewoon hier, hup, en alles zit in je kluis. Dat is toch geweldig? Heel chill. Waar ga je nu al? Nee, kijk even. Okay. Oh, dit is Rieke. Rieke houdt ook heel erg van skiën. Nou, ze heeft een zwarte broek aan. Ja, mooi getailleerd. Langzaam, hè? Wij gaan hier. Door, doei. Kom, haar billen komen er mooi in uit. Ze heeft een hele mooie, mooie jas aan. Prachtige lippen. Een hele mooie lach. Rieke, kun je eens lachen naar de fans? Nee. Dit is heel. Leuk. Weer een heel ander plan. Heel ander mens. Ja. Niet normaal. Het is nu heerlijk van die lichtstoelen. Het waait een beetje, maar de zon schijnt. En het is 3 uur. Het is tijd voor een lekker wijntje. Kloeweintje. Zo, die view. Woehoe! Lekker. Ik gooi dus net een avocado weg die we zijn thuis trouwens. Het is helemaal moe. Heel laat thuis nog boodschappen gedaan. Maar die was helemaal gesmashed in het vliegtuig al. Maar mijn huid is zo droog en ik heb alleen maar van die bijtende scrubachtige maskers mee. Dus dacht ik ga gewoon die avocado om mijn gezicht smeren. In ieder geval voedend. Maar
Mijn huis is helemaal verrot geworden omdat ik dus zo dom was. Had ik dat verteld? Dat ik weer voor we weggingen dit en dit heb geharst. Want ik dacht, ja, op windsport zie je zo erg al die haartjes. Maar daardoor heb ik dus helemaal een opgefokte huid eigenlijk. Heel erg balen. Het brandt helemaal. En ik heb echt al die foto's ook helemaal oneffen uit. En hier al die pigmentvlekken. Het wordt alleen maar erger door die zon. Dus ik ga dit doen en dan ga ik even lekker mijn haar wassen. Het is niet vet, maar het wordt zo plat van die helm. Cheese van die paprika, artichoke, broccoli, sla, komkommer, wortel, bloemkool, sla, gurken en brood. Hola, de dag begon een beetje stroef. Heel kort geslapen. En wij gaan nu met de trein. Maar wij waren aan het wachten op de rest. En de rest was aan het wachten op ons. Dus iedereen was blijkbaar al lang klaar. Dus we zijn echt een uur later. Terwijl we vandaag juist vroeg wilden gaan skiën. En vroeg naar huis wilden. Dus het gaat lekker. Ik heb dit shirtje trouwens aangetrokken. Want dat vond ik wel leuk. Maar al mijn skikleren liggen in mijn locker. Omdat ik niet wist dat ik vandaag met de trein zou gaan. Ik heb hele koude kleren aan. Dus hopen dat de trein lekker verwarmd is. En hier is dus een paard bij het station. Het is een beetje verlaten hier. Heel chill de trein. Veel lekker dan met z'n allen opgepropt in de auto. En we kwamen er net achter. We hebben net 16 euro betaald. Maar met die skipas mag je blijkbaar gratis. Too late. Wel goed om te weten. Hallo. Hallo. Zitten we weer. Ja, we hebben toch wel echt een mooie Oostenrijk. Hey. Ja, het is echt een nette schilderij zo mooi. Ik zit elke dag hier helemaal aan de cappuccino. Gewoon met melk. Helemaal lekker. Super lekker hier. Ja, mee. Voordat we weggaan. Kijk hoe lekker. Kijk, het wordt laatst met garlic bread. Vaak zit er een heetje mocht. En dat mocht. En sausjes. En dit krijg je er ook bij. En dan doe ik dus deze avocado er nog bij. Super lekker. We zijn in een of andere chique tent beland. Met fluwelen. Stoelen. Hallo. Vamos. Ja. Nee, met dit. Cheers. Cheers. Cutie. Nou, dat zou ik leuk vinden. Wow. Nou ja. Oh, ik ben zo benieuwd of het lekker is. Oh ja, normaal met groenten heeft er dan nog wat salade opgedaan in plaats van patat. Ze hebben hier dus pizza met zuurkool. Lijkt me heerlijk. Allemaal pizza. Smakelijk essen. Nou, wij zijn weer thuis en we gaan nu even beneden met Ludwig, de eigenaar, lekker een beetje drinken. Dus in onze chill kleding gewoon. Ik heb deze legging heb ik onder mijn skibroek aan. Deze poelie heb ik er even overheen. En dit topje had ik dus aan. Oh, oké. Zalbein, schnaps. Oeh, dit hadden wij gisteren hoor. Klin, ruik dan. Dit hadden wij gisteren. Ja. Zij beide. Hier, ruik eens, Klin. Het ruikt toch naar gisteren? Ja. Oeh, maar dat vond ik niet zo lekker. Zalbein. Oh, wel beter. Zoeter. Zalbein. We gaan nu dus zelf van met Ludwig. Dat is de eigenaar en die vindt het leuk als we lekker een drankje komen drinken. Kijk, daar komt hij aan. Hallo. Zelf van met Ludwig. Een nieuwe episode. So nice to have you here in my bar. 1 week. And yeah, it's first time, yeah? Wollen Sie etwas vertellen? Nein? Okay. Oh, ich bin very shy. Oh, Spritz is with soda. And you had the mix. It's only with the small, no? Ja, ik craved it. Kunnen zijn ontwerpen, kan ik niet zomaar opzetten. Hoezo? Nee, ik ben Seattle. If you like, wijnpakken. Aha. Pluk. Lekker. Water. Waar zijn die tulpen? Zupa, toll. Maar misschien is hele lamp. We gaan meteen even onze lamp vervangen. Ja, een lekker oezootje. Ja. Zit. Ja. Ik ga haar op de dak. Het is uit te doen. Cheers. Oh, dit was het. Ja. Tomorrow. It's no hurry. Yeah. Nee, jongens, het is inmiddels maandagochtend, dus ik ga de weekvlog hierbij afsluiten. Dan is het natuurlijk een andere week. We hebben lekker nog 1 dagje wintersport. En morgen gaan we terugvliegen. Dan zie je in de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet de reactie achter te laten. Te abonneren en te liken. En me te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!